Een hele goede middag allemaal. Dit is de Charles en Vincent Show. En we hebben het vandaag zonder Charles. Nou, eigenlijk is dat niet helemaal waar, want Charles zit in Vlieland. Ja, dit is echt Charles. Maar we kunnen hem echt niet, we kunnen je niet horen, Charles. Het geluid is echt afgrijzelijk. Dus jij, je bent op vakantie. Dus ik ga je er, even kijken of nog iets dat beter kan. Maar goed, we gaan het vandaag over een heel belangrijk onderwerp hebben. Eigenlijk was het het tweede onderwerp na corona. En dat ging over het stikstofprobleem. En de helft daarvan komt uit de landbouw. En daar gaan we nu eens even op een hele rustige, prettige, verantwoordelijke manier over praten. Zoals wij altijd hier doen. En ik heb eerst professor Rudy Rabbinga van de Universiteit van Wageningen. Harm Evert Welkens, een ex-Kamerlid van de PvdA en boer met een biologisch bedrijf. En Annegien ten Haven-Mellema van Hamlets. En zij is ook zij is boerin en ze heeft geloof ik 7000 varkens. Nou, en we gaan daar met elkaar even op een gestructureerde manier over praten, over dat mestproblematiek. Van harte welkom allemaal. Nu zeggen jullie dag. Nu zeggen jullie dag allemaal, ja. We beginnen eerst even met professor Rabbinga, die mij altijd enorm bijpraat over wat er nou eigenlijk gebeurt in de wereld van de boeiende wereld van de landbouw. En hij heeft een super boeiende achtergrond. Hij is hoogleraar in Wageningen geworden. Hij is lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Ook lid van de commissie Remkes. En je zit al heel lang eigenlijk in deze wereld. Dus dat vind ik echt een super dat je daarbij bent. En dat je ons even de tijd wil geven om daarin te praten. Hoe kijk jij op dit ogenblik tegen de huidige situatie aan van de stikstofproblematiek, Ruby? Is dat gewoon prima oplosbaar met elkaar of is dat een onoplosbare keten van problemen? Het probleem is heel goed oplosbaar en dat is ook bewezen door de sector in de afgelopen decennia. Dus het probleem wat in feite al het stikstofprobleem is een onderdeel van het mestprobleem. En het mestprobleem dat is iets wat al vanaf de 70e jaren in Nederland gespeeld heeft, waar dus ook al diverse oplossingen zijn gerealiseerd, maar waar het op dit moment zo is dat het stikstofemissie dus nog steeds dusdanig hoog is dat er doelstellingen die we ten aanzien van natuurontwikkeling en natuurbehoud hebben gesteld en waar Nederland zich aan heeft gecommitteerd, dat die niet gerealiseerd kunnen worden. Dat is de reden geweest waarom op 29 mei vorig jaar de Raad van State heeft gezegd: Nederland, jullie halen je doelen niet die jullie hebben afgesproken en die jullie vrijwillig zijn overeengekomen. Dat moet wel gebeuren. En als dat niet gebeurt, dan zullen we nu moeten verordeneren dat alle activiteiten worden stilgelegd. Dat is gebeurd. Ja. Activiteiten zijn veel. Ja, maar dan gaan we dus verder over. Het kan gewoon prima opgelost worden. Nou, mijn tweede gast is Harm Evert Welkens. En Harm Evert is bekend als politicus. Hij heeft 8 jaar voor de PvdA in de Tweede Kamer gezeten. En hij heeft ook een biologische melkveehouderij met 200 koeien. En daarmee is hij ook echt gigantisch groot in die sector. Want we hebben weliswaar 1,7 miljoen kilo koeien hier in Nederland. Maar ik geloof maar iets van 60.000 biologische. Dus dan ben je met 200 koeien ben je hartstikke groot, Harm Evert. Hoe is het om als biologische boer eigenlijk, je bent als het ermee begonnen, en hoe kun je daar op het ogenblik draaien in deze wereld? Nou ja, het begint dus met een oriëntatie van gangbaar naar biologisch. En dat hebben we in 1997, met die transitie begonnen. Het heeft mij ontzettend veel moeite gekost om om te schakelen van gangbaar naar biologisch. En dat ging niet alleen op het fysieke deel, maar ook op het emotionele deel. Als je, zoals ik, geschoold ben in als een beetje helpt, dan helpt een beetje meer, helpt nog veel meer. Met die intensiveringsslag groot gemaakt en dan terug en afschalen naar op een verantwoorde manier oogsten uit de natuur. Dus niet het productieniveau van koeien maximaliseren, maar meer optimaliseren. Dus alles wat uit je omgeving komt, mee te nemen in je bedrijfsmanagement. Het ontbreken van stikstof in het groeiseizoen,
moet je oplossen door je eigen stikstoffabriek te bouwen. Daar zaai je klaver in de graslanden en die klaver die pakt de stikstof uit de lucht en brengt het naar de wortels van de omringende gewassen. Ja, dus het is de marges in de biologische landbouw die zijn vergelijkbaar met de marges in de gangbare landbouw. En die zijn heel erg laag. Nou, daar komen we ook nog wel eventjes op terug. En als derde gast, zeg maar, hebben wij mensen achter Hamlet. En daar is dus Annegien ten Haven Mellinga. En jij hebt dus echt ook een... je bent al heel lang bezig als boer, want in 1993 heb jij het overgenomen van je ouders. Dan had je 700 varkens. En nu geloof ik een factor 10 keer zoveel. Maar niet alleen maar heb je varkens, je hebt ook een akkerbouwbedrijf. En je hebt zelfs ook een biomassa, zeg maar, biogas... energiemaatschappij, die levert 5 miljoen kilowattuur zeg maar, per jaar lever je op. Je bent helemaal gewoon gasvrij en neutraal. Dus je bent ook echt een innovator. Hoe moeilijk is het om innovatie... En je hebt ook het enige varkensbedrijf met 2 sterren bij het varkensvlees. Dus wat dat betreft, de dierenbescherming is heel erg blij met jou. Jij bent echt zo'n innovatieve boer die echt veel dingen doet. Hoe moeilijk is het voor jou om in deze tijd zeg maar, dat goed draaiende te houden? Dat is best wel een hele grote uitdaging. En dat komt omdat wij dus ons 2 sterren varkensvlees verkopen. Onder de naam Hamlets en of boerderijvlees van Annegien. Mm-hmm. Dat komt omdat het is niet echt dat... We hebben best medewerking van retailers. Ik heb zelf die retailers gezocht die ook ons vlees in de winkel leggen. Maar voor ons is het heel erg moeilijk dat en ik erachter kwam dat consumenten eigenlijk niet het verschil kennen tussen 1, 2 of 3 sterren. Dus ja, en als je dan 2 sterren hebt en je onderscheidt je daarop, dan ja, en de consumenten weten niet wat het is, dan heb je een probleem. En daarnaast is het zo dat, dat het dus ook gewoon niet was en dat het dus een nieuwe markt is en dat nieuwe markten... dan moeten consumenten leren kennen. Heb je ook veel geld nodig voor promotie? En dat hebben we eigenlijk niet, want we hebben gewoon alles nodig. En voor nu staan wij voor de uitdaging om al onze varkens te gaan... alle onderdelen van het varkens te gaan verwaarden. Wij verkopen wel een aantal delen heel goed. En een aantal delen, zoals bijvoorbeeld de ham en de schouders, daar hebben wij eigenlijk... nu geen kopers voor. Ja, ja. Oké. Dus maar in ieder geval, je bent ook best wel groot eigenlijk, hè? Van met 7000 ja. varkens. Zit je bij de top 100 grootste of zo varkens? Nee, helemaal niet. Nee. Nee, wij hebben 600 zeugen en kleine 5000 vleesvarkens en daarmee zitten we denk ik in de middenmoot. We hebben dat in 2 bedrijven, maar dan zijn we echt niet gigagroot. We zijn natuurlijk wel groot doordat wij en varkens en akkerbouw en biogas hebben. Door die combinatie samen maakt wel dat wij groot zijn. Ja, ja. En ook innovatief. Want je bent ook echt zelf bezig voortdurend. Je bent nu ook probeert de retail... kant erbij te betrekken door zelf onder eigen naam je varkensvlees te verkopen. En dat is ook nog gelukt, want je verkoopt bij Albert Heijn ook, hè? Ja, dat klopt. Ja, we verkopen bij Albert Heijn. Ja. Dan zou je zeggen... Ja, dat is op dit moment best wel lastig, hoor. Want je komt als boer helemaal niet zo makkelijk binnen bij die supermarkt. Maar dat is mij wel gelukt. Ja. Nu moet ik wel zorgen dat met die retailers dat we die consumenten goed gaan bereiken. En dat we alle onderdelen van het varken in de winkel gaan verkopen. Dat is ook lastig, want als je kijkt, zeg maar, dan zie je dat het aanbod in varkensvlees heel erg verengd is in zo'n supermarkt. En vaak tot een paar onderdelen... beperkt is. Maar ja, je moet dus eigenlijk alle onderdelen van het varken verkopen. Ja, heel goed. En dat is ook duurzaam. Niet alleen een varkenshaasje en een schoudercarbonade, maar ook de andere delen. Ja, heel goed. Nou, daar gaan we in ieder geval ook verder over praten. En ook wat voor stress je nou eigenlijk hebt van allemaal dat soort maatregelen dat uit Den Haag komt. Want misschien, Rudy, dat is mijn eerste vraag aan jou, of jij een beetje context kunt scheppen. Wij zijn opgegroeid als Nederlander. We hadden de gouden driehoek, de groene driehoek. Tussen politiek, wetenschap en het boerenbedrijf.
die echt gewoon op een waanzinnige manier eigenlijk Nederland het tweede exportland heeft gemaakt ter wereld van agricultural product. En eigenlijk zijn wij een van de allerkleinste landen ter wereld. En op een gegeven moment kwamen daar dan een aantal problemen uit. Nou, in het mest, de mest en de stikstofproblematiek was een van de grootste. Hoe heeft dat zich de afgelopen 30 jaar eigenlijk ontwikkeld? Wanneer kwamen de problemen en hoe zijn die langzamerhand geprobeerd op te lossen en nog steeds niet opgelost? Het is denk ik eerst goed om eventjes over de context te praten, zoals je al zei. De Nederlandse landbouw is niet één sector, is wel één sector, maar daar zitten ongeveer 20 bedrijfstakken in. En die bedrijfstakken verschillen nogal in hun karakteristieken. En die 20 bedrijfstakken, daar denk aan de bloementeelt onder glas, denk aan de tomaten- en komkommerteelt onder glas, denk aan de bollen, denk ook aan de siergewassen, een hele hoop bedrijfstakken. En aan de mestproblematiek dragen een beperkt aantal bedrijfstakken mee. En aan de stikstofproblematiek zijn eigenlijk maar 3 bedrijfstakken die van belang zijn. De melkveehouderij, dat is de akkerbouw en dat is de varkenshouderij. Die leveren een bijdrage in feite aan de stikstofproblematiek. De andere, eigenlijk niet of nauwelijks, en die leveren ook allemaal een bijdrage aan die enorme exportwaarde die tegen de 100 miljard loopt. En dat is allemaal in feite dat wij dus ook verpakte lucht hebben in de vorm van bloemen, verpakt water in de vorm van tomaten en komkommers, verpakte energie in de vorm van vlees en melk en verpakte kennis, en dus het allerbelangrijkste in de vorm van zaaizaad, maar ook de hele technologie. Ja. Een geavanceerde wijze van produceren, daar wordt Nederland met jaloerse blikken wordt bekeken, dat wij erin slagen op zo'n klein areaal met zo'n hoge productie te realiseren, terwijl we toch vergeleken met andere landen alles doen aan diervriendelijkheid en aan duurzame ontwikkeling. En ja. Zowel Arnevert en Annegien zijn daar levende voorbeelden van. Dus ik denk dat dat goed is om je dat te realiseren, dat de context is. Ja, de context. Die mest, we hebben het over de stikstofproblematiek. Want de stikstofproblematiek, waar ik dat net al zei, dat dat iets is wat belangrijk is, omdat dat tot gevolg heeft gehad, dat nu een hele hoop sectoren, bijvoorbeeld de woningbouw, is stilgelegd. Ja, dat moet worden opgelost. De commissie Remkes is in het leven geroepen op voordracht van de Tweede Kamer. Dat is niet een initiatief van de minister zelf geweest, maar van de Tweede Kamer. En die commissie die moest dus ook voor de lange termijn adviezen geven. Voor de korte termijn is onmiddellijk. Even één vraagje. We komen zo meteen bij Remkes. Ik wou nog even praten over hoe is het in het begin gebeurd en hoe is het opgelost met de mestadministratie. Dat soort gebeuren, zeg maar. Nou, dan is het goed om nog even naar de... Ja, die mestproblematiek is dus niet nieuw. Die, is dus, die werd eerst ontkend, vervolgens gemarginaliseerd, gerelativeerd. En toen zijn in 1984 de eerste maatregelen gekomen, de zogenaamde interimwet. Waardoor je dus zag dat met de inzet van overheidsmiddelen de intensieve veehouderij werd gestimuleerd. Dat werd toen stilgelegd. Maar dat had dus nog niet tot gevolg dat er een enorme sterke vermindering van de productie ging plaatsvinden. Dat is wel gebeurd toen in 1994 het zogenaamde minerale aangiftesysteem tot stand gebracht. En het minerale aangiftesysteem houdt in dat je dus in feite datgene wat binnenkomt op het bedrijf, in de vorm van kunstmest, in de vorm van krachtvoer, maar ook anderszins, en datgene wat eruit gaat in de vorm van vlees of van melk, dat met elkaar in evenwicht moet zijn. Is dat niet het geval, dan betaalt de boer een heffing. En die heffing... Die heeft ook heel erg gewerkt. Vanaf 1994 is de stikstofemissie met ongeveer 70% gedaald. Dus dat is heel erg sterk doorgezet. Maar in 2006 is de verdere daling niet doorgezet vanwege het afschaffen van het MINAS-systeem. Het MINAS-systeem is afgeschaft omdat er als gevolg van Kamer, en dat weet Harm even nog heel goed, geïnterveneerd is, waardoor het fraudegevoelig werd met forfaitaire vergoedingen of forfaitaire vrijstellingen. En dat had tot gevolg dat dus het MINAS-systeem toen is afgeschaft. Toen is er een lawine aan maatregelen wel over de sector uitgestort, maar dat heeft allemaal niet geresulteerd in een verdere vermindering van de emissie. Dat heeft geculmineerd in het zogenaamde programmatische aanpak van de stikstofproblematiek. Ja. Dat voldoet dus ook eigenlijk niet, en dat heeft de Raad van State nog eens een keertje benadrukt, op aangeven ook van het Europese Hof, dat dat niet werkt. Nou, daar wordt nog steeds op doorgeborduurd. En meest recent zie je dus nog weer dat ook de huidige minister
toch helemaal met pas 2 als het ware bezig is, door een hele hoop middelvoorschriften over de sector uit te storten. En die gaan niet werken. En dat je zult zien dat ze in feite dat niet leidt tot een oplossing van het probleem. Je moet weer terug naar de situatie zoals we eerder hadden. Oké. Mag ik even dan, Harm, even twee vragen van... Jij was Kamerlid eigenlijk gedurende een periode daarvan. Jij weet alles van het boerenbedrijf. En je hebt zelf een melkveebedrijf. En je weet ook alles van de politiek. Wat ging daar mis in die periode? Eigenlijk hadden 70% hadden jullie al gewoon van het probleem opgelost. En dan is nog steeds de helft van de totale stikstofuitstoot. Maar dat was een groot succes. Hoe ging dat toen, die politiek en die boerengemeenschap bij elkaar? Nou ja, je zag onder je ogen gebeuren dat de sterkte van de groene lobby hele lange armen had. Zowel op het ministerie als ook in de politiek. En daarmee had je een situatie dat politici die eigenlijk belangenafwegers moeten zijn, werden belangenbehartigers. Aha. En die belangenbehartigers die continueerden conserveren ook de bestaande situatie, waren bang voor moeilijke boodschappen. En op het moment dat er dus mogelijkheden waren om effectieve instrumenten vakkundig te saboteren, ja, zoals Rudy aangeeft in het minerale aangiftesysteem, dat is dus willens en wetens, is er een systeem om zeep geholpen. En ik zag het in de Kamercommissies, zag ik dat gewoon gebeuren. Hoe dat subversieve elementen, ik zeg het er misschien een beetje cru, maar subversieve elementen op alle mogelijke fronten, bestaande systemen waarbij eigen verantwoordelijkheid eigenlijk voorop stond om de resultaten te halen, dat die vakkundig werden gedemonteerd en gesaboteerd. En dat kwam samen met de boeren, met de boerenvertegenwoordigers? Nou ja, daar is natuurlijk iedere politieke beweging heeft een belangenbehartigingstaak. Ik zat voor de Partij van de Arbeid in de Kamer. En zeg maar de universele waarden die wij incorporeerden binnen de Partij van de Arbeid was natuurlijk ook in het verlengstuk van de missie en de visie zoals wij de maatschappij graag zouden zien ontwikkelen. Ja. Maar op het moment dat je dus enge sectorale belangenbehartiging prevaleert boven een stip aan de horizon. En dan zeg ik helemaal niet van verre gezichten of vage compromissen. Nee, het minerale aangiftesysteem, dat komt dus nou weer terug. Eigen verantwoordelijkheid wordt er geroepen. Nou, dat hadden we dus perfect voor elkaar. Rudy had het dus ook over die programmatische aanpak stikstof. Kijk, in zijn wezen, ik heb erbij gezeten toen dat allemaal in elkaar gestoken wordt. In zijn wezen is een systeem van saldering, dat wat je op de ene plek doet, dat dat consequenties heeft voor de directe omgeving en dat dat mogelijkerwijs ruimte geeft voor ontwikkelingen op andere plekken. Ook dat systeem, wat in zijn wezen een goed systeem is, is door de lokale en regionale politiek, is dat vakkundig om zeep geholpen. Van okay, jongens, als we nou dit doen, dan doen we straks dat. Nou, dat straks komt er natuurlijk niet. Dus het op poten zetten van boterzachte convenanten met niet afrekenbare doelen is gedoemd tot het moeras inlopen. En daar zitten we dus nu in. Ja. En dat moeras, dat spuit stikstof uit. En jij zat daarin. En jij was Kamerlid en boerbedrijf. En je zag het gebeuren en je kon er niks aan doen. Nou ja, het enige waar ik op tamboureerde, ook binnen de boerenbijeenkomsten, in de veronderstelling dat ze het toch niet met me eens waren, maar ik ze wel de boodschap meegaf van luister nou wel naar wat ik jullie zeg. Ik ben geen profeet, maar ik waarschuw voor een aantal enorme risico's die nu geïncorporeerd zitten in het beleid. En dat is niet alleen bij de boeren, maar dat is ook bij de andere regisseurs van de sectoren. De banken, de retail, en
binnen de Europese Commissie was natuurlijk ook die groene lobby, die was ook enorm sterk. Dus we hebben ook in het verleden hebben we gezien dat toen Sikko Mansholt zeg maar toch een voorbeeld ook voor mij probeerde om zeg maar het succes van zijn beleid om dat een ecologische format mee te geven, was de wereld te klein. Hij kreeg geen poot aan de grond. En wat je dus nu ziet, is bij het gemeenschappelijk landbouwbeleid. En ze zijn dus nu bezig ook om de begroting van de Europese Unie, om die te transformeren naar Green Deals en weet ik veel allemaal wat. Nou, ja. Ik moet het nog allemaal zien of het gemeenschappelijk landbouwbeleid ook op een slagbank terechtkomt. Gaat niet gebeuren. Gaan we zo meteen kijken. Anderszien, je hebt daar dus ook in die periode heb je ook meegemaakt, hè, vanaf je zat op de boerderij van je ouders en jij krijgt al die maatregelen over je heen. Hoe erg was die stikstofproblematiek bij jullie in de varkenshouderij? En wat merkte jij daar nou zelf van die lobby's, die harm aan de bovenkant? Had je daar een idee van hoe dat ging of overkomt je dat als gewone boer eigenlijk maar? Ja, nou om te beginnen ben ik niet gewone boer, want ik ben vanaf 2008, 2006 tot 2012 ben ik voorzitter geweest van de LTO vakgroep varkenshouderij. Dus ik maakte wel deel ervan uit. Ja. maar ik weet wel, toen ik de boerderij van mijn ouders overnam, dat was in 93, 94, 95. Waarom ik eigenlijk in de belangenbehart ben gekomen, is omdat ik gewoon vreselijk ontevreden was over alles wat er gebeurde. En misschien wel gewoon in de situatie waarin heel veel boeren nu zitten. Ik vond het, ik begreep het niet. Ik was boos over eigenlijk alles wat er aanstaande was. En het gevolg was dus eigenlijk dat ik ook wel mijn mond open deed. En toen ben ik al heel snel gevraagd of ik iets in de belangenbehartiging wilde doen. En daar zat ik eigenlijk helemaal niet op te wachten. Had ik ook niet direct heel veel zin in. Maar ik dacht, ja, als je dan zelf ontevreden bent dan, en je wordt gevraagd, dan moet je toch nog wat gaan doen. Ja. Daarom ben ik wel actief geworden in de belangenbehartiging. Dus ik heb Harm Everdonk ook meegemaakt in de Tweede Kamer, aan de andere kant als belangenbehartiger. De situatie met de mina's. Ja, je moet natuurlijk wel even bekijken dat wij in het noorden van Nederland wonen en in Groningen. En dat de mestproblematiek nou niet direct zo gigantisch groot hier is, omdat wij natuurlijk hier veel grond is en minder in die tijd, veehouderij. Ja. Was het hier meer in balans dan bijvoorbeeld in het zuiden en oosten van het land. Dus onze persoonlijke situatie was echt wel iets anders dan wanneer je in de zogenaamde concentratiegebieden te maken krijgt met de veehouderij maatregelen. Ja. Ja, jij gebruikte dus ook dat administratiesysteem waar je op een gegeven moment die mineralen. Ja. Hoe werkte dat in jouw beleving en hoe vond je dat? Hoe overkwam je dat eigenlijk dat dat afgeschaft werd? Nou, ik kon er best wel goed mee werken. Ik had er niet echt veel problemen mee, maar er zijn natuurlijk gewoon. Zoals nu is het ook wel zo dat je. Wij houden nog steeds een mineralenadministratie bij. Dus wij houden nog steeds bij voorkomt. Het heet nu iets anders, maar we hebben nog steeds een mineralenboekhouding. Ja, de discussies zijn dan over technische onderdelen. Hè. Bijvoorbeeld, worden de gehalten in de mest wel goed gemeten? En daar konden hele oorlogen over gevoerd worden. En die waren ook best wel heel heftig. Ja. Maar goed, los van dat konden wij er best redelijk mee werken. Ja. Maar je hebt wel het idee van stikstofverliezen. Dat is best wel ingewikkeld en ook wel theoretisch. Hè? Bijvoorbeeld als je de mest bewerkt, dan heb je ook stikstofverlies. Ja, en hoeveel verlies je dan precies? Dat is lastig, zeg maar. Jij hebt zelf ook een energiemaatschappij, hè? Dus jij doet 5 miljoen kilo, 5 miljoen kilowattuur wek jij zelf op. Dan kun je lekker veel elektrische auto's van laten rijden. Wat gaat daarin om dat biogas te maken? Ja, nou in principe gaat daar mest in. Er gaat meer dan 50% mest in. En voor de rest doen we daar
co-producten in, zoals je die noemt. En dat zijn voornamelijk producten die je voor andere zaken niet meer kunt gebruiken. Dus bijvoorbeeld afgekeurde aardappelen. Aardappelen die blauw zijn, die niet meer verwerkt kunnen worden, die kunnen nog wel naar de biogas. Als er andere problemen zijn in de tuinbouw, overschotten, dat kan ook. Is dat niet een hele schone manier om met je mestproblematiek om te gaan? Nou, in principe wel. Maar je maakt niet minder mest, hè? Want even voor de goede orde. Je vergist de mest. Daar komt gas vrij. Dat wordt omgezet in een warmtekrachtkoppeling. En dan krijg je twee stromen. Je krijgt aan de ene kant elektriciteit. Nou, die leveren we zelf op het net. En aan de andere kant komt er in het proces veel warmte vrij. Nou, en in de warmte wat vrijkomt, probeer je ook nog nuttig te gebruiken. Wij doen dat dan in onze varkensstallen, die verwarmd worden, onze woonhuizen. En verder zijn we daarnaast bezig om te kijken of wij producten kunnen drogen. Dus wij hebben bijvoorbeeld afgelopen jaar topjes van hennepplanten gedroogd, die uiteindelijk later gebruikt worden voor CBD-olie. En nu zijn we bezig. Maar is dat daarmee ook niet de belasting van jouw bedrijf, dat jij de hoeveelheid, zeg maar, stikstof die jij produceert, is dat daar niet mee een stuk lager dan gemiddeld? Nou ja, we hebben wel minder CO2-uitstoot. We hebben ook de CO2-footprint laten berekenen. En kijk, we hebben een aantal andere dingen die we ook doen. Ons concept zit op vooruit de regio. Dus dat betekent dat er niet zoveel transportkosten zijn. Dat betekent dat wij tarwe van eigen land gebruiken. Wij hebben de lupineteelt weer opgepakt. En dus onze vleesvarkens krijgen als eiwitbron geen soja of sojahullen of wat dan ook. Maar die krijgen dus lupine. Dus ja, dat reduceert transportkosten en ook CO2. En het is dus belangrijk dat je varkens het goed groeien, want dan ben je ook efficiënt. Ja, en wat vind ik dan zo interessant, wat jij tegen mij zei, Rudy. Een boer neemt gemiddeld 100 beslissingen per dag. Wat hij doet met zijn dieren, wat hij doet met zijn land, wat hij doet met alle variabelen waarmee hij dan de productie doet. En ook inderdaad dat hij dan wel of geen CO2 of stikstof produceert. En dan moet je hem dus, als ik jou zo bezig zie, Annegien, dan denk ik, wauw, dat is echt gewoon fantastisch hoe je daar zelf ook gewoon je initiatief in hebt genomen. En jij zei ook, Rudy, van de regering is nu niet meer met doelen bezig, maar met allerlei maatregelen van je moet dit doen, je moet dat doen, je moet zus doen. En dan dwing je zo'n boer in een dwangbuis. En dat werkt niet. Is dat wat gebeurd is? Ja, dat klopt. Want je ziet hier dus ook geïllustreerd, zowel door Harm Evert als door Annegien, dat zij voorlopers zijn. Voorlopers in een deel van de sector, een deel en een specifieke bedrijfstakker. Maar die inventiviteit wordt voortdurend aangewend om milieuvriendelijker te produceren. Ook producten te leveren die aantrekkelijk zijn voor de samenleving. Omdat die twee sterren die Annegien heeft, dat is niet voor niks. Hè. Daar moet je echt heel veel voor doen. Dus je ziet dat daar dus voorbeelden zijn waarbij je dus dingen kunt realiseren. Bij de overheid speelt nog steeds, en daar had Harm even het net ook over, speelt nog steeds dat ze denken dat je dat kunt regelen met allerlei middelvoorschriften. En het meest recente is natuurlijk dat voorschriften ten aanzien van het dieet van koeien. Ja, dat is natuurlijk iets wat uit den boze is in mijn ogen. Omdat je dan niet erop uit bent om de doelen te realiseren, maar dat je middelvoorschriften hebt. En die middelvoorschriften, die zijn in dit geval bijvoorbeeld voor de eiwitten in het krachtvoer van beesten, van koeien, die zijn ondoelmatig, omdat je krijgt minder opbrengst. Ze zijn ondoeltreffend, omdat je daarmee niet die emissie vermindert en ze zijn niet handhaafbaar. Dus dat zijn alle drie criteria die dus in feite tot gevolg hebben dat je dat niet moet doen. Toch gebeurt het. Waarom? Waarom gebeurt dat nou? Ja, Harm Evert kan er misschien wat meer over zeggen. Ik heb het idee dat dat vooral komt omdat het gedomineerd wordt op het ministerie door juristen die geloven in schijnzekerheid. Als het op papier staat, dan is het de regel. Maar dat is misschien wat te veel gezegd. Nou, daar komen we zo meteen nog verder. Dat is heel goed een mogelijkheid is. En daarom denk ik dat we ook dit soort gesprekken moeten hebben. Dat verschillende mensen hierbij betrokken moeten worden. En niet vooral niet juristen die alles alleen maar doen vanwege de regels. Even om iedereen een idee te geven. Er staat hier dat wij een emissie hebben in de cijfers en feiten over de industrie. Zegt dat wij een emissie hebben die best wel stabiel is.
van 110 miljoen kilogram. En dat is enorm binnen de 128 miljoen. Die is dus meer dan gehalveerd sinds 1990, maar per hectare zitten wij nog op het hoogste gebied. Kun je even inschatten van waar zit die productie in? Wordt het door koeien gedaan, door kippen, door de varkens? Wie levert de grootste hoeveelheid stikstof en ammoniak in de industrie? De ammoniakemissie die is wat betreft het is de belangrijkste vorm van emissie. Je hebt ook de stikstofoxides. Stikstofoxides gebeuren doordat de fossiele energie wordt verbrand. En dat is dus voor transport, voor mobiliteit, voor de industrie, voor de woningbouw en dergelijke. Ja. Maar dat is minder dan de helft van de totale emissie. Meer dan de helft van de emissie komt van de landbouw. En dan zijn er drie bedrijfstakken actief. Dat is de melkveehouderij, dat is meer dan 80%. Dat is de akkerbouw. Dat is ongeveer 15% en de varkenshouderij veel minder. Dat is namelijk dankzij de maatregelen waar Annegie net ook iets over zei, is dat enorm teruggegaan. Dat heeft nog wel het imago dat ze enorme contribuant zijn, maar dat is niet zo. Dat klopt niet. Het aantal varkens in Nederland is ook gedaald. Het aantal koeien in Nederland is de afgelopen tientallen jaren ook sterk gedaald. En dat zijn dus dingen die het gevolg zijn van een veel effectievere, efficiëntere wijze van produceren. Ja, en ik denk dat dat ook ongelooflijk. Ik wil nog even aanvullen. De varkenshouderij die heeft afgelopen jaar een bovengemiddelde stikstofreductie gehaald van 3,2%. Ja, dus het is echt ongelooflijk, want Annegien, als ik dat zie, er zijn maar 1,7 miljoen melkkoeien. En die doen dus 80% van de stikstof. Maar jullie hebben 12,5 miljoen varkens. Jullie hebben ruim 10 keer zoveel, bijna 10 keer zoveel als de koeien. En toch produceren jullie dus maar 5% van de stikstof. Dus dat is echt wel. Is dat dat jullie betere maatregelen hebben omdat je een ander bedrijf hebt? Nee, wij zijn er al jarenlang mee bezig. Kijk, omdat er natuurlijk gewoon veel varkensbedrijven waren zonder grond, is er al, ook ten tijde van Minas, was het heel interessant om te proberen zo weinig mogelijk fosfaat te produceren. Want dan was het efficiënter en dan hoef je minder mest af te voeren. Dus wij hebben daar steeds al een soort incentive in gehad om fosfaat te reduceren. En als je fosfaat reduceert, reduceer je ook stikstof. Wij hebben in de beginfase wel daar problemen mee geweest, omdat die reductie dan of te veel was, of men nog niet precies wist hoe het met de voersamenstelling zat. En kregen we dus problemen met vruchtbaarheid en wenen. Maar in de loop van de tijd hebben we dat veel beter kunnen hanteren en hebben we daar beter mee om kunnen gaan. En daarom is het ook echt zo dat boeren en industrie de tijd moeten hebben om zich aan te passen. Ja. Nee, en dat hebben jullie dus ook duidelijk laten zien dat dat kan. Ja, dus, dat hebben wij zeker gezien. Ja. Ja. Ja, dus Rudy. Kijk, nog even terugkomen op een eerder statement van Rudy. Dat zeg maar, we van middelvoorschriften naar doelvoorschriften zouden moeten bewegen. Doelvoorschriften heeft in zich dat het de promissen heeft dat het allemaal slaagt. En met middelvoorschriften is het ook maar de vraag of het werkt. Aan de andere kant is het zo dat op het moment dat er dus een gigantisch probleem is, en dat is stikstof, maar dat zijn dus ook nog wel aanpalende dingen die in de slipstream van stikstof ook aan de orde komen, dan is het zo dat je dat ik wel er een voorstander van ben om met middelvoorschriften gewoon eens even het touw eens even een beetje strak te maken. Want op het moment dat je dus in de doelvoorschriften al een heel discours krijgt over de doelen, 1, 2, het tijdstip, en heb je in dat hele proces van het bereiken van die doelen, heb je daar de incentives voor nodig. Dat is het derde vlak waar de compromissen gesloten moeten worden. Ondertussen glipt de tijd je als zand tussen de vingers door. En op het moment dat je zeg maar een combinatie maakt van middelen naar doelen, een stuk eigen verantwoordelijkheid, maar met een afrekenbaar mechanisme, dat degene die dus buiten de ding, meten, dat is de laatste tijd ook echt een enorm ding gemaakt. Dat je meet hoeveel stikstof
En dat dat ook gewoon wordt gezegd, hé, dat klopt ook niet. Dus je moet het inderdaad meetbaar maken. Ja. Ja, maar ik denk dat het goed is. Arne Meewit zei dat wij hebben in de commissie Remkes hebben wij gezegd, er zijn eigenlijk, je moet af van de middelvoorschriften, want daar maak je de boeren hoorndol van. Ik ben het met Harm even mee bezig. Dat betekent niet dat je alles bij het oud vuil zet, maar dat je daar met een verstandige manier mee omgaat. En daarom hebben wij gezegd, zorg er nou voor dat je een mestbeleid hebt wat erop gericht is om niet dingen te doen die eigenlijk averechts werken, zoals de mengmest en de hijfmest die uitgezet moet worden gehanteerd. Zorg ervoor dat je een afrekenbare stoffenbalans hebt. Dus dat betekent inderdaad wat de arm even zegt, dat je prohibitieve heffingen hebt op het moment dat je boven de grenzen uitgaat. Zorg ervoor dat je ook de goede landbouw op de goede plekken doet, want dan heb je de minste effecten, althans wat betreft de grondgebonden landbouw. En het zorgt er ook voor dat je rond de natuurterreinen, als dat echt noodzakelijk is, of ook zekere buffers hebt, maar wees daar zeer terughoudend in. En dat zijn in feite de adviezen die wij hebben gegeven, die dan ook in feite bijna haak staan op het beleid wat op dit moment gevoerd wordt. En ik denk dat het daarom van belang is dat je dus gaat zeggen van ja, luister nou goed naar wat Annegien en Harm Evert als ervaringsdeskundigen zeggen en maak er gebruik van. En ga niet in Den Haag bedenken hoe je dus bijvoorbeeld met die eiwitstructuren wat kan. Want ja, dat is zoals ik net al zei, dat is natuurlijk absoluut niet handhaafbaar. Dus de meststofindustrie kan wel wat leveren. Maar als goede boer zorg je er wel voor dat je koeien wel voldoende eiwit krijgen om melk te produceren. Ja, ik denk dat het inderdaad ook wel best zo is. Maar in dit geval heeft de... Maar dan moet ik het ook maar zeggen. In mijn optiek heeft de politiek in een tijdsklem gezeten. En ik moet een deel doen. En de landbouw moet ook nog een extra deel doen. En daar is gewoon gezegd, we gaan een middelvoorschrift doen. En dit is hem. Ja. Is gewoon een soort, ik denk dat er gewoon een soort politieke deal gemaakt is van we moeten voor de korte tijd iets doen. We doen dat dan 4 maanden en dan kijken we wel verder. En er is gewoon absoluut niet gekeken naar het draagvlak of wat dan ook. Naar de mogelijkheden om het op een goede manier te doen. Ja, dat is gewoon, daar is het gewoon echt niet goed gegaan. Dat is het politiek gezien niet goed gegaan. Dat is gewoon niet handig zoals dit gedaan is. En daardoor voor en waar komt dat door, Annegien? Is dat door de minister of door de ambtenaar of door de juristen? Of door een stevige lobby die uit de boerenbranche zijn gekomen? Maar waar komt dat nou door? Nee, niet van de lobby van de boerenbranche. Want dan was het anders gebeurd. Nee, ik weet het niet precies. Maar ik vermoed dat er een politieke deal is gemaakt. En iedereen moet zijn deel doen. We moesten 100 kilometer rijden. Dus daardoor heeft verkeer iets gedaan. Nou, en een andere grote bron van uitstoot is de landbouw. En daar moest ook iets gebeuren. En dan moest op de korte termijn gebeuren. Want, is men vergeten dat je te maken hebt met dieren, met draagvlak. En dat het niet zomaar een knop is waar je aan kunt draaien. En men heeft daar gewoon veel te licht over gedacht. En dus is het is gewoon geen goede deal geweest. En Rutte zegt ook gewoon van, de landbouw die moet ook zijn deel doen. Maar het is ook niet dat de landbouw zijn deel niet wil doen. Maar niet op deze manier. En er is zoveel druk op gezet dat... Dat kan je in een landbouwsysteem gewoon niet. In mijn optiek. Ja, Rudy, je valt. Je viel even weg, Annegien. We hebben af en toe even wat problemen met internet, maar het gaat verder prima. Rudy, kun jij misschien eens even wat duiding geven van die commissie waar je dan in hebt gezeten met Remkes? Waar je dan inderdaad gewoon eigenlijk op een vrij rationele manier hebt geanalyseerd hoe het met die stikstof zit, die problematiek zit. Wat is eigenlijk, wat vind je van de kwaliteit van die commissie? Is daar op een rationele manier eigenlijk over oplossingen? Kun je daar even eerst op ingaan en dan gaan we daarna kijken wat de politiek er eigenlijk mee doet? Ja, wij hebben dus in feite gezegd, we onderkennen het probleem. En op welke wijze kun je dat nou het beste oplossen? Dan moet je dus eerst kijken wat de stikstofbronnen zijn. Dat was dus de ammoniakemissie als gevolg van de landbouw. En de NOx door alle andere sectoren van de Nederlandse volkshuishouding. En daar hebben we van gezegd, de NOx, die komt dus vooral vrij bij het verbranden van fossiele energie.
bij hoge temperaturen. En ook verdwijnt ook naar de bovenste luchtlagen en kan zich over honderden kilometer verspreiden. We hebben gezegd, die NOx-uitstoot, die moet ook terug. Die moet terug. En dat moet minimaal een halvering zijn. En daar hebben we dus de bedrijfstakken op aangesproken. Nou, te beginnen dus die 120 naar 100 kilometer, maar ook bijvoorbeeld in de bouw, in de luchtvaart en alle sectoren zijn daarbij aan het betrokken. En daar hebben ze dus ook verplichtingen aangegaan. De landbouw, dat was dus voornamelijk de ammoniakemissies, wat ik net al zei, die ammoniakemissie die dus door een drietal bedrijfstakken wordt veroorzaakt. Ja, daar kan dus heel veel aan gebeuren. En dat is dus ook, hebben we gezegd van nou, nu moeten we wel op een evenwichtige wijze de sectoren allemaal laten bijdragen. Niet evenredig, want dan zou de landbouw dus heel erg veel moeten bijdragen. We hebben gezegd evenwicht. Het moet ook draagvlak hebben in de samenleving. En dat is ook de reden gereeds waarom de mobiliteit is aangepakt. Nou, dan, toen hebben we gezegd van nou, hoe zit dat dan? Moeten we dan dus naar bijvoorbeeld het systeem wat men had van externe afwikkeling. Hè? Dus dat je bijvoorbeeld wat gezien hebben dat de provincie Brabant rechten koopt. Hallo? Ja? Annegien, ben je er nog? Ja, oh ja, ik ben er nog. En Rudy, die zie ik dus niet. Ik val weg. Ik ben er nog. Hallo. Ah, volgens mij zijn we weer terug. Daar is Rudy ook weer. Je had mij eruit gegooid, Vincent. Waarom? Ik zou niet weten waarom ik dat heb gedaan. Ja, hij is weg. Maar volgens mij gewoon nog. Nee, ik kan niet durven, Rudy, om jou eruit te gooien. Nee, dat was echt weer dat magische internet wat ook niet allemaal heel goed werkt. Dus we hadden het net over inderdaad niet, hoe je die 50% van die 50% van de landbouw, hoe je dat dan wel inderdaad kunt... We hebben dus gezegd, je kunt dat niet, dus dan moet je dus, dat doen we op vijf manieren. Eén, een afrekenbare stoffenbalans. Dus dat is een herijking van Minas, maar op een wat uitgebreidere wijze. Twee, meten. Niet alleen met rekenmodellen werken, maar dus vooral ook meten. En dat kan heel goed met sensoren, kun je precies meten. Het derde is dat we hebben gezegd, je moet dus op de goede gronden, moet je de goede landbouw bedrijven als het goed verbonden is. Dan heb je heel veel minder emissie. Dus dat is wat wij dus ook propageren. In de vierde plaats hebben we het mestbeleid wat op de helling moet. En dat betekent dus dat je dus niet dwingend die drijfmest oplegt, maar dat je dus vooral ook gaat kijken dat je de urine en de vaste mest van elkaar kunt scheiden. En dat kan door meer te bewijden, wat ook Armeven denk ik vooral doet. En het kan ook door in de stal scheiding aan te brengen bij die melkveehouderij. Ik praat nu niet over de varkenshouderij, want die heeft zijn deel in zekere zin al geleverd. Het gaat nog wel wat verder. De kippenhouderij praat ik ook niet over. Het gaat hem eigenlijk vooral over de melkveehouderij. Daar moeten de kanjes worden gehaald. Nou, ja. Die vijf maatregelen in samenhang, die zullen er minimaal toe leiden dat je tot in 2030 al verder gaat met een halvering van de emissie. Een halvering van de emissie. Nou, dat is een geweldige stap. Harm, even met dat advies. Ja, jullie zijn dus met de melkveehouderij, zijn jullie 80% van het stikstofprobleem van de landbouw. Dit soort adviezen wat je daarvan krijgt van Rudy, kun je daar wat mee? Ik hoor Vincent niet. Hoor jullie mij wel? Ja. Kun je mij wel horen, Harm, even? Ja, ik kan jou wel horen, maar ik hoor Vincent niet. En ik hoor de vraag was of jij een antwoord kunt geven wat je met het advies van de commissie Remke kunt. Of je dat ook iets is waar je denkt dat een haalbare kaart is. Dat was de vraag van Vincent. Nou ja, ik denk zeker dat dat een hele waardevolle bijdrage is aan het vormgeven van een duurzame toekomst. In eerste instantie al heel erg van geporteerd was de titel van het rapport. Niet alles kan overal. En dat impliceert dat je hele strakke keuzes maakt en dat je de productieruimte die er is, dat je die niet direct gaat quoteren, maar dat je toch een vorm van, mag misschien erg ouderwets klinken, maar dat het een vorm van industriepolitiek is. Wat willen we wel en wat willen we niet? En samen met Rudy hebben we, toen we actief in de politiek waren, hebben we naar elkaar gekeken van wat voor perspectief is er nou voor sectoren? Het spitst zich nu heel erg toe op stikstof,
En dit is ook het thema van dit studiogesprek. Maar dat is natuurlijk veel meer. Als je dus kijkt naar het perspectief van het economisch perspectief van sectoren, dan moet je je in gemoede afvragen of er voor alle sectoren overal een plek is. Nee, zegt de commissie Remkes, dat is niet zo. Nou, dan ga je vanuit de meest kwetsbare punten ga je kijken van waar kunnen we dan de winst halen. Wat ik met mijn eigen bedrijf en met ons bedrijf doe, is dat we dus omgeschakeld zijn van gangbaar naar biologisch. En dat hoeft allemaal niet biologisch te worden, dat is onzin. Maar dat je je bewust bent van je ecologische footprint die je organiseert rondom het oogsten uit de natuur. En als je dat te geforceerd doet of te technologisch, dan raak je of de milieugrenzen of je raakt maatschappelijke grenzen. En dan mag de varkenshouderij, de intensieve veehouderij, mag zeg maar zijn en of haar bijdrage geleverd hebben aan zeg maar de emissie elementen. Maar er zijn dus ook tal van andere elementen die meegenomen moeten worden. En de diamant van Porter, die Rudy mee ontwikkeld heeft, geeft een helder beeld over het perspectief van sectoren over meerdere fronten. Oké, kunnen jullie even tegen Harm zeggen dat hij even uit... Ik ga hem even uit de studio gooien, moet hij even opnieuw binnenkomen, dan kan hij mij weer horen. Ik hoor jou nou wel. Oh, je hoort me nu wel? Oké, prima. Je mag mij er wel uitgooien hoor. Nee. geen enkele belasting. Hey, we hebben hier een vraag van naar aanleiding van jouw advies, Rudy. Dus Victor vraagt, de boeren moeten weer naar buiten. Misschien kun je even... Op het moment dat urine en poep bij elkaar komt, dat een enorme vergroting van de problemen geeft. Kun je daar misschien eens even iets over uitleggen? Nee, op het moment dat je bewijt, dan heeft dat tot gevolg dat de koeien niet op dezelfde plek urineren als de vaste mest deponeren. En dan ontstaat er in feite geen ammoniak, want de urease die in de vaste mest zit, die heeft tot gevolg dat de urine in feite en de ureum dus gesplitst wordt en zo, daarna staat er ammoniak ontstaat. Dus dan heb je veel minder ammoniakemissie. Het kan ook doordat je dus in de stallen die scheiding tot stand brengt, door de vloeibare en de vaste fase te scheiden en de vaste fase dus ook uit kan rijden en uit kan brengen. Niet op de traditionele wijze zoals dat nu gebeurt, maar op een andere wijze, dat kan ook heel goed. En de vloeibare fase die ga je mineraliseren, zodat er uiteindelijk korrels van komen die dit weer als meststof kunnen. En hoeveel besparing levert dat op eigenlijk bij de uitstoot bij zo'n melkveehouderijbedrijf? Oh, dat is meer dan 80%. Alleen door één maatregel. Dus door één maatregel. Ja, maar het vergt wel een heel ander bedrijf. Ja, ik denk dat Annegriet dat ook aan de hand van de varkenshouderij kan illustreren. Ja, en dat vraagt inderdaad echt heel veel van de boer. En bovendien wordt ook echt heel veel in die technische maatregelen geïnvesteerd. Maar bijvoorbeeld in onze dattelstal, dat is de stal van vleesvarkens, waar ze binnen worden gehouden en ook naar buiten kunnen. Binnenin in de stal zit onder de rooster een messchuif. En die schuift de mest eruit en die scheidt dan ook de dikke en de dunne fractie. Dus de dikke fractie gaat eruit, die gaat in de biogas en die dunne, dat kan er één keer in de kilo. Ja. En als je kijkt van, jullie hebben dat dus al gedaan, dus jullie hebben al een super kleine bijdrage met bijna 10 keer zoveel dieren. Harm Evert, als jij zoiets zou moeten doen, het scheiden van urine en poep, hoeveel investering moet je dan doen om dat mogelijk te maken? Dan moet ik mijn hele gebouwensituatie renoveren. Dat houdt in dat alles wat er nu staat moet om. En er moet een nieuwe stal komen. De stallen die wij nu gebruiken, zijn 40 jaar oud. Dus dan zou je kunnen zeggen, ja, die zijn afgeschreven. Maar goed, ze zijn voor de huidige omstandigheden zijn ze redelijk efficiënt. En met onze biologische bedrijfsvoering... weiden we onze koeien tussen de 7 en 8 maanden per jaar. Dan gaan ze dus zeg maar of dag en nacht buiten, of ze zijn in het vroege voorjaar en het late najaar zijn ze 's nachts binnen en overdag buiten. Ja. Verder is het zo dat wij gebonden zijn aan het maximum van krachtvoer. En zeg maar dat hele eiwit gebeuren, dat maakt me niet zenuwachtig, maar
het is wel een uitdaging om met je managementcapaciteiten het bedrijf en je veestapel zodanig te managen dat je geen ongelukken krijgt. En, ja. Ik ben daar niet zo... Het is wel een flinke investering. Als je nou... Ja, dat is juist ook het punt. Hè? Het punt is dat het grote investeringen zijn. En het punt is dat als je nieuw gaat bouwen, dan moet je dus eigenlijk kijken dat je de nieuwste technieken kunt toepassen. En dat het zover is dat je op een goede manier even de dikke en de dunne fractie van de nest kunt scheiden. En dat is heel belangrijk. En het is belangrijk dat je niet, als je je stal 5 jaar klaar hebt, dat je weer nieuwe dingen over je nek krijgt. Want ja, dan heb je hem niet afgeschreven en dan kan het gewoon niet. Ja. En dat is het hele verhaal is van, je kunt als boer best wel dingen doen, maar dat moet op het moment dat jij ook gaat investeren. Ik heb nu miljoenen in die dattelstaf geïnvesteerd. Ik kan daar niet meer, ik kan daar de eerste 20, 25 jaar niet meer in investeren. Ja, klein maar nee. jij bent dan ook toevallig klaar. Als je nou kijkt, Rudy, je hebt dat advies gedaan. 1 maatregel, scheiding van, je hebt ook al over natuurgebieden heb je gepraat. En dat die ook een beetje, dat je naar de helft van de hoeveelheid, vierkante meters kan. Dan kun je toch 90% van de productie doen, het ook allemaal dingen. Maar over dit kleine ding, het scheiden van plas en poep, nogal elementair. Die investeringen die gedaan moeten worden, waar moeten die vandaan komen? En kunnen die boeren en de banken dat opbrengen? Of hoe moet de regering dat eigenlijk gaan regelen? Ik denk dat, zoals Harm even zegt, op het moment dat hij nu zijn investeringen naar voren haalt, dan investeert hij zelf. Maar hij kan de banken hebben, we hebben ook met de banken gesproken, dus jullie hebben ook een verantwoordelijkheid. Jullie hebben gestimuleerd om deze ontwikkelingen mogelijk te maken. En nu hebben jullie ook de verantwoordelijkheid om daar een bijdrage aan die transitie te leveren. En dat zeggen de banken tegen ons, dat willen wij ook. De overheid zou ook heel goed, nu worden al die 5 miljard beschikbaar gesteld, en een groot deel daarvan wordt gebruikt om grond te kopen. Je zou ook kunnen zeggen, we gaan die innovatie stimuleren. We gaan de boeren helpen met het mogelijk maken van die interventies die noodzakelijk zijn. En ik denk dat dat de beste weg is, want dan ben je gericht op de toekomst. En dan gaat de Nederlandse melkveehouderij, die gaat dan diezelfde plek die we nu hebben, die gaat nog eens een keertje benadrukken dat je de leider van de wereld bent. Want in veel delen van de wereld gaat dit probleem spelen. Het is nu al het geval in de Po-vlakte. Het gaat spelen in Normandië en in Bretagne. En overal zijn ze aan het kijken op welke wijze gaat Nederland zijn problemen oplossen. Want daar kunnen wij lering uit trekken. Ja, oké. Dus inderdaad, we kunnen er ook weer geld aan verdienen. En op het ogenblik is de milieuorganisaties, die zijn niet blij en de boeren zijn verontwaardigd. Harm, begrijp jij waarom nu de politiek en de boeren en de milieuorganisaties enorm met elkaar knallen? Snap jij dat uit die dynamiek die jij hebt aangetroffen toen in het parlement? Ja, zeg maar? Ja. Dit is een gijzeling die nog wel een tijdje zo door zal gaan. En de oplossingsrichtingen die er aangereikt worden vanuit de commissie Remkes, die zitten op een heel ander niveau dan waar het ministerie en de politiek op dit moment mee doende is. Het verkneuteren van het landschap, het platteland, iedereen een winkeltje, een melktapje. hoe krijg ik 1,6 miljoen pakken melk in een jaar gesleten in het Oldambt? Nou, zijn we allemaal obese en we hebben van alle mogelijkheden. Dat lukt dus helemaal van geen kant. Nee. Ik kwam maar zeggen, de initiatieven zijn waardevol, daar gaat het niet om. Maar niet alles kan overal. Maar op het moment dat er wel iets kan, dan moet je ook ruimte geven. En nog even over die investeringsmogelijkheden. Kijk, we hebben in de afgelopen 20, 30 jaar, hebben we natuurlijk op instigatie van met name de banken, hebben de hele intensivering gefinancierd gekregen. En de banken die trekken nu hun handen een beetje ervan af door, zeg maar, ik twijfel niet aan de goede bedoelingen en ook uit de toezeggingen die ze gedaan hebben naar de commissie Remkes. Maar ik heb toch een gezond wantrouwen tegen het hele bancaire systeem. We worden in een financieel debakel getrokken op het moment dat er enorme investeringen gevraagd worden en de consument op de kolbakker
dus op de rand van het perceel, ons staat aan te moedigen om alles te doen wat zij als burger graag van ons terug willen zien. Op het moment dat die burger een karretje of van Albert Heijn of van wie dan ook in zijn handen heeft, dan is de burger wordt consument en die grijpt op ooghoogte datgene wat het goedkoopste is. Het is een schande met elkaar waar we mee bezig zijn. De hele voedselketen die moet op een andere manier georganiseerd worden. Nou, daar zijn ook wel voorstellen voor. Maar dat gaat dus verder dan alleen maar het stikstofprobleempje oplossen. Ja, nee, dus het begint ook bij ons. Van hoe wij winkelen en wat ik wil betalen voor biologische melk en voor varkensvlees met 2 sterren. Wat kost dat 2? Het zag er hartstikke leuk uit bij jou, Annegien. 2 sterren. Ja, het pakketje, dat boerderijvlees. Ja. En wat kost dat nou extra mij als consument om 2 sterren vlees te krijgen? Nou, in een consumentenverpakking kost je dat ongeveer 60 of 70 cent per pakje. En hoeveel procent is dat meer? Wat kost zo'n pakje? Ik was wel, dat hangt een beetje vanaf wat je hebt of je speklap je hebt. Dus rond de 2 euro tot 3 euro, 3,5 euro. Varkenshaasje is 4 euro nog wat. Maar kijk, we hebben wel iets minder in pakje. Ik moet 20% meer betalen om het vlees op een goede manier te laten doen. En hoe zit dat met biologische melk? Wat moet ik als consument meer betalen, Harm, even voor biologische melk? Maar überhaupt voor goed geproduceerde melk. Dat de boeren ook de ruimte hebben om echt groen te zijn en niet rood te staan. Dat vond ik wel een mooie uitdrukking. Je moet ook gewoon, je moet niet rood staan. Dat was uit jullie rapport, geloof ik, Rudy. Ja, je moet groen te zijn, moet je rood zijn. Hoeveel meer moet dan de prijzen voor mij als consument eigenlijk in de winkel omhoog? Is dat 10%? Is dat 50%? Is dat 100%? Ja, ik, eerlijk gezegd weet ik dat niet. Dat laat ik ook graag wat aan rekenmeesters over. Maar het internaliseren van kosten. Het internaliseren van kosten waarbij zeg maar, de milieuaspecten, die dus op dit moment eigenlijk een beetje in de markt helemaal wegsmelten. Daar zou iets mee moeten gebeuren. Ja, gewoon de CO2 maar ook voor iedereen. Ook voor mensen uit het buitenland moeten dan natuurlijk daar ook eisen aan gesteld worden. Want je kan niet zo doen dat alleen maar de boeren in Nederland opleggen en dat het buitenland gewoon lekker kan importeren. Nee, dat kan ik me helemaal voorstellen. Maar het is niet alleen dat. Het is ook het efficiënt en goed verwaarden van al je producten. Als het over varkensvlees gaat, heb je zeg maar iets van 100 verschillende producten. Als je daar 40 goed kunt verwaarden en de rest niet, dan ben je nog slecht uit. Dus als jij kans ziet om al die producten goed te verwaarden, dan kan die prijs in totaliteit naar beneden. Dus als je dat goed doet, dan kan het voor de consument nog veel beter. Alleen, die slag moeten we bijvoorbeeld nog maken. Dus het is echt ingewikkeld om het goed te doen. Ja, Rudy. Ja, nog even. Zeg maar, daar gaat dus een 800 miljoen komt er uit Brussel vanuit het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Hè? Dat is jaarlijks wordt dat voor driekwart rechtstreeks uitbetaald aan boeren. Daar zitten minimale eisen aan. Dus op het moment dat je dus met publiek geld een aantal ontwikkelingen wil faciliteren, dan kun je op basis van het stellen van randvoorwaarden, kun je zeg maar met het ombouwen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, wat dus nu nog bestaat uit een plattelandspoot en uit een landbouwpoot, als je die twee dingen nou eens bij elkaar zou steken en je zou op een ordentelijke manier zeg maar de voorwaarden voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid, om daar überhaupt een trekkingsrecht uit te krijgen, die zou je moeten vergroenen. En daar is men ook mee bezig. Maar dat gaat niet gebeuren. Nou, maar laten we kijken wat wij zelf kunnen doen. Rudy, laat ik daar even nog bij jou terugkomen. Je hebt dat advies gedaan. Dat is een rationeel advies, heb ik de indruk. En wat ook gewoon door mensen is gemaakt met een redelijke kennis van zaken, heb ik dat goed ingeschat? Dat klopt, ja. Ja, dus daar sta je achter en dat is een redelijk. Dat zegt ook dat die doelstellingen kunnen met behoud van de boerengemeenschap en ook gewoon voor goede producten als ons. Wat heeft de politiek met dat advies gedaan? Hoe werkt dat dan in Den Haag?
Nou, een aantal. Het is natuurlijk selectief winkelen hè, in zo'n advies. Je had die maatregelen ten aanzien van de mobiliteit, die zijn eruit gehaald. De uitspraken over de bewijding, dat is er ook uitgehaald. Wat niet gebeurd is, dat zijn de adviezen die je in het laatste rapport zei, dat is dat moeten kiezen. En wat Harm even net ook illustreerde met die 800 miljoen die vanuit Brussel komt. Ja, daar kan je dus ook dankbaar gebruik van maken om een activerend ruimtelijk beleid te voeren wat echt noodzakelijk is, zodat je echt kiest op de plekken waar dat noodzakelijk is en waar dat ook kan. En dat is dus wat eigenlijk achterwege blijft en dat zou heel jammer zijn als we dit niet in slagen om dat te veranderen. Het zit er dik in dat dat pas bij de coalitieonderhandelingen volgend jaar gebeurt en niet eerder. Dat vind ik veel te laat, het zou onmiddellijk moeten en de minister zou er goed aan doen om nu al serieus die veranderingen proberen door te zetten. En waarom is dan dat selectief winkelen? Waarom is dat op een gegeven moment, kan zo'n ministerie dan niet in omgaan? Is dat politieke wil? Is dat dat de minister gewoon niet sterk genoeg niet is, weet of niet genoeg weet? Of dat ze bij de ministerie niet genoeg weet? Of dat de lobby's van de gemeentes en de provincies te sterk zijn? Waar ligt dat aan? Het is veel trivialer. Net wat Harm Evert net zei, van die 800 miljoen, daar is geen cross-compliance. Dus op het moment dat je het geld zo krijgt omdat je een paar hectares hebt, ja, dan ga je niet druk maken of je bepaalde keuzes gaat doen wat je wel en niet kunt op bepaalde plekken. Dat wordt achterwege gelaten. En dat heeft dus tot gevolg dat je dus in feite de inertie en eigenlijk ook de bevordert en de dynamiek tegengaat. Nou, die dynamiek... De staat ook krijgt gewoon 800 miljoen omdat je hectares hebt. En dat is ongeveer, nul motivatie om iets beter te doen. Maar kan de regering daar iets aan doen? Of is dat Europees beleid waar je gewoon... Nee, kan de Nederlandse regering kan er heel veel aan doen. En kan er ook zijn eigen middelen bij leggen. En kan dan ook in feite een activerend ruimtelijk beleid voeren. En ook keuzes doen. En ook stimuleren dat boeren hun innovatiekracht volop benutten. Nu heb je twee voorbeelden van mensen die het eigen beweging helemaal hebben gedaan. Zonder steun van de overheid. Maar ik denk dat in een aantal gevallen dat wel kan helpen. En ik denk dat dat iets is waar we dus met z'n allen op in moeten zetten. Dan alleen slaag je erin om die prominente positie van de Nederlandse landbouw in zijn totaliteit te behouden. Het is niet alleen innoveren. Wat moet er nou gebeuren? Ook innoveren in de markt. Ja, zeker. Dat spreekt. Ja. Dat spreekt vanzelf. Ja. Ja. En moeten we nou wachten op de politiek, over de verkiezingen, dat het dan weer een item wordt? Of is er nog een andere vorm van iets? Of helpen de boeren protesten hierbij? Of wat zijn initiatieven om de goede kant weer uit te gaan? Dat is eigenlijk een vraag aan jullie allemaal, maar laat ik beginnen met Rudy. Wat heel erg helpt, dat zijn de jonge boeren. De jonge boeren die erg gericht zijn in feite op die dynamiek. Wat niet werkt, is die polarisatie die op dit moment gaande is. Dan krijg je dus in feite een discussie tussen doven. En dat moeten we vermijden. Je moet dus in feite inspelen, in feite op de innovatiekracht en de behoefte, vooral van die jongere ondernemers, om ook die dynamiek die er is, voller te benutten. Maar ik zit hier nu in deze kamer met jou, Rudy. Je bent hartstikke innovatief. Je hebt overal meegedaan aan nieuwe dingen. Annegien loopt aan alle kanten, zeg maar, het bedrijf te moderniseren. En Harm Evert is ook even totale voorloper. Waarom alleen de jonge boeren? Maar er zijn dus een aantal innovatieve boeren die graag iets willen. Hebben die aan de andere kant van de overheid en bij de ambtenaren en bij de politici ook mensen die goed en constructief nadenken? Dat moet Harm Evert zeggen. Harm Evert, zie je dat? Het hele ambtelijk apparaat wil ik niet disqualificeren. Die werken vanuit hun loyaliteit binnen een frame. Die ze meekrijgen van natuurlijk toch de verantwoordelijke bestuurders. Er is op zich voldoende deskundigheid, maar die moet dan wel gemobiliseerd worden. En die moet ingezet worden voor de dingen die... Een beetje weg, Harm, even. Er is iets met je wifi aan de hand. Oké. Ja. Je valt een beetje weg. We kunnen je niet verstaan. Ik ga even naar Annegien. Ik kan even op een plek gaan zitten waar de wifi goed is. Kan hem goed verstaan. Dan lag het aan mij. Prima. Nee, dan lekker houden zo. Hartstikke mooi. Annegien, kun jij nog een beetje zeggen van waar moet dat nou vandaan komen? Die niet polarisering, maar die communicatie tussen de boeren en de wetenschap en die overheid. Ja, nou, ik heb er wel iets over geschreven. Ik vind ook dat er maar eens gedaan moet worden. En dat
Dus zeg maar dat je kleine experimenten kunt doen en dan daar weer van leren en dan vervolgens weer uitrollen. En dat, ja, dat je de tijd ook moet kunnen krijgen om dit soort dingen te doen. En nu is het allemaal zo onder stoom en hete druk en dat werkt gewoon niet. Dat werkt verlammend op iedereen. En daardoor kom je echt geen steek verder en daardoor begrijp je elkaar niet meer en is er veel onrust en gedoe. En boeren moeten het vertrouwen krijgen dat er iets kan, dat ze zien van een aantal mensen dat het kan. En dan komen er meer mensen mee. En die tijd moeten wij ons elkaar ook gunnen. En het is net zoiets alsof we nu vandaag zeggen, het moet nu gebeuren. We hebben geen tijd, want we moeten aan de gang. En ik vind dat we ons elkaar moeten gunnen om wel stappen te maken en ook wel echt doelbewust in een bepaalde richting te gaan. Er is niks niet vrijblijvend, maar je moet het wel op een manier kunnen doen, zodat je dat kunt overzien als boer. En dat je denkt van ja, oké, deze stappen kan ik maken. Net zo goed als al even een hele bedrijf op de kop wil zetten, dat hij niet kan financieren. Willen andere boeren ook gewoon iets doen, waarvan ze denken van nou, dat kan ik doen. Ik moet iets gaan doen en dus ik ga ook kijken wat ik kan doen. En dat moet je, dan kun je leren van goede voorbeelden. En die goede voorbeelden moet je faciliteren en verder helpen. Ja, en het moet gebeuren in de sfeer van vertrouwen. Maar naar mijn idee moet je niet alleen naar de overheid kijken. Ik kijk helemaal niet naar de overheid. Dit is iets wat de eigen verantwoordelijkheid van de boer is. En waar de boeren mee aan de gang moeten. En waar de boeren mee door moeten gaan. Maar die moeten wel gefaciliteerd worden. Maar je kunt niet alleen verwachten van diegenen die voorop lopen dat die... Harm Evert, wat moet er voor een kabinet komen om dit goed aan te kunnen pakken, denk jij? Ja. Wat voor een kabinet dat er moet komen? Ik heb geen idee. Daar laat ik mij ook niet over uit. Ik heb het afgesloten. Ik wil nog wel zeggen dat de overheid is onderdeel van een heel breed maatschappelijk discours. En de regisseurs... Dat is de retail, dat zijn de banken, dat zijn de coöperaties en de consumenten. In dat kwadrant moet dat veel beter opgepakt worden. En iedereen die verschuilt zich achter van alles en nog wat. En ik vind dat laf. Ik vind dat gewoon laf. Natuurlijk spelen de grote belangen. Maar op het moment dat je als retail dingen aanbiedt aan consumenten die beneden de kostprijs verkocht worden, ik vind dat gewoon schande. En dat moet aan de het CBL moet zich daar aantrekken en dat moeten de grote ketens van de retail moeten zich daar ook aantrekken. Als zij zeggen het is klaar, dan krijg je goede vlees. En de rotzooi die verkopen ze maar ergens anders. Oké. Nou. Ik wil even iets gaan zeggen. Ik kan niet klagen over de inzet van de retail. Want die steken met mij ook hun nek uit om ons vlees te gaan verkopen. Ik ben er wel mee eens dat ze samen wel meer kunnen doen. Bijvoorbeeld bij varkensvlees heeft de Nederlandse retail gezegd, wij gaan 1 ster varkensvlees in het schap leggen. En je ziet dus ook bijna alleen maar 1 ster varkensvlees als de ondergrens in het schap. Dus ik denk dat het best wel meer kan als dat ze nu doen. Maar ik wil wel zeggen dat in ons geval Albert Heijn best zijn nek heeft mee uitgestoken en ook steeds nog ook zijn best moet doen naar onze producten te verkopen. Heel mooi. We gaan even afsluiten. We zien dat er praktische oplossingen zijn. Maar dan moeten wel de boeren het vertrouwen hebben dat er lange termijn geïnvesteerd kan worden. Bijvoorbeeld in nieuwe stallen om die mestproblematiek die te scheiden. We hebben de retail. Wij moeten als consument wat meer betalen. De retail moet zich daar ook voor inzetten. Sommigen doen dat. Dat is ook heel mooi. En aan de andere kant moet ook... ministerie en de politiek, die moeten op een goede, constructieve manier gaan samenwerken, die de boeren ook de ruimte geeft om te overleven. Rudy, als iemand die al eindeloos lang meeloopt, jou als eerste de vraag, over 5 jaar, zijn we dan samen met elkaar als Nederland op de goede weg, dat we weer goed met elkaar praten, en dat wij het voorbeeld geven hoe we deze moeilijke problematiek met elkaar oplossen, hoe optimistisch ben jij daarover? Ik ben wel redelijk optimistisch, want ik zie dat er een kentering is in opvattingen. En ik denk dat daar ook de weg geëffend wordt
voor die vernieuwing die dringend noodzakelijk is. Hè. Dus de dynamiek en vernieuwing die noodzakelijk is om ook die andere maatschappelijke problemen goed te adresseren, aan te pakken en op te lossen, ja, die is, zie je veel breder naar voren komen. We moeten alleen doorbreken dat we te veel zoeken in starre instrumenten en middelenvoorschriften die eindeloos worden verrekt. Je zult dus vooral ook de attitude van degene die de politieke leiding hebben zodanig moeten bijstellen en die zal ook zodanig moeten bijgesteld worden dat er dus waardering is en vertrouwen is in de innovatiekracht en die ook maximaal benutten zodanig dat, zoals ik net al zei, die prominente positie die de Nederlandse land- en tuinbouw in de wereld heeft, wordt geconsolideerd. En het zijn dus een aantal problemen die je niet moet bagatelliseren, maar ook moet uitvergroten. En die oplossing ligt dichtbij als we daar de voorzetbeelden die we nu net hebben gezien ook volop benutten. Oké, dus inzetten op die innovatie en ook vertrouwen hebben naar elkaar toe. Harm, hoe zit dat met jou? Hoe optimistisch ben jij dat over 5 jaar dat we met elkaar... Je hebt gezien eigenlijk hoe die lobby een goed systeem, wat jullie hadden met die mestadministratie. Je hebt jou gezegd, je bent gek van die lobby als PvdA-Kamerlid. Je kon daar eigenlijk gewoon niet invloed op krijgen. Hoe zie je dat nu in de komende 5 jaar? Zie je dat we juist de richting aan gaan en dat wij als Nederland dit probleem kunnen oplossen en ook dat weer kunnen gaan exporteren naar het buitenland? Nou ja, de kracht van de Nederlandse land- en tuinbouw die is gebaseerd op de vakkennis van de boeren en boerinnen. En op het moment dat er een appel gedaan wordt op die innovatiekracht uit de verschillende sectoren, dan ben ik daar zeker optimistisch over. Aan de andere kant is het zo, er moeten harde noten gekraakt worden en er moeten knopen worden doorgehaakt. Want het zwaard hangt er wel boven, maar de knoop die wordt steeds ingewikkelder. Maar die knoop, komt die door de politiek? Moet dat door de politiek worden gedaan? Of moet dat door de ministeries? Of moet dat door de gemeenschappelijke organisaties worden gedaan? Wie moet dat doen? Nee, maar kijk, de overheid is om de free riders van de weg te drukken. En degene die zich dus niet conformeert aan zeg maar een toekomstroute, die hoeft niet gestraft te worden, maar die hoeft... zeg maar ook niet te rekenen op enige steun van wie dan ook. Maar degene die zijn nek wil uitsteken, die moet in experimenten en in pilots moet die de kans krijgen om te laten zien dat er iets wel werkt. En ook al zou het niet werken, dan is dat ook een uitkomst. En ik ben er op zich ben ik daar optimistisch over. En we zullen de wereld niet vanuit Nederland gaan voeden, maar wel van kennis voorzien die wij hier opdoen. En ik heb de Nederlandse landbouw heb ik vaak in een metafoor gezet van het is een laboratorium op praktijkschaal. Geweldig. Ja, daarom. Ja, dus dat is heel mooi. Dat is ook de rol die we willen spelen. Jij als laatste, Annegien, van hoeveel vertrouwen heb jij nu dat jij over 5 jaar dat die partijen een beetje de juiste richting in gaan en dat wij inderdaad weer dit probleem kunnen oplossen, wat anderen ook moeten doen, en dat wij dat dan weer kunnen gaan exporteren. Hoe positief ben je daarover? Ik ben daar positief over. Ik denk een beetje Gronings. Het is nog nooit zo donker geweest of het wordt altijd wel weer licht. Dus het is nog nooit zo donker geweest of het wordt altijd wel weer licht. En dat geloof ik nu ook. Maar we gaan nu wel... Het is echt een hele moeilijke weg die we moeten gaan. Boeren kunnen nooit alleen. Er zijn altijd meerdere partijen bij nodig. En ik denk ook dat iedereen een verantwoordelijkheid heeft. Dus en boeren, en politiek, en onderzoek. Dat zijn ook de burgers, dat zijn de consumenten. Wij moeten het met elkaar doen. En als wij het met elkaar doen, dan gaan we het 100% doen. Oké, nou, dames en heren, ik wil Rudy Rabbiga en Annegien ter Haver en Harm Evert Waalkens, wil ik u heel hartelijk bedanken. Ik zie hier een groep mensen die echt aan het innoveren zijn, voortdurend. En ook laten zien dat ze het zelf kunnen doen, maar ook in een maatschappij zitten waar je de banken nodig hebt, waar je de retail nodig hebt, waar je de overheid nodig hebt om regels te stellen. Ik hoop dat we die knoop met elkaar kunnen, zeg maar, ontrafelen en dat we op een constructieve manier samen kunnen zijn. Ik zie hier gewoon alle oplossingen zitten. Boeren die willen innoveren, die willen investeren, maar die willen zekerheid hebben. De banken willen het. De maatregelen zijn er allemaal te krijgen. Dus we kunnen dit probleem oplossen, maar er moet gehandeld worden. Ik hoop dat dit een belangrijk issue gaat worden vanuit deze kant denken, bij de komende verkiezingen. En dan kunnen wij als consumenten en als stemvee, kunnen wij daar ook een rol in spelen. Hartelijk bedankt voor jullie tijd op zaterdagmiddag. Of vrijdag. Ja, oké, dank je. Ja, dank jullie wel.
Doei. Blijf even hangen.